Laten we maar naar de HEMA gaan dan. Let's go! Deze rok is leuk. Als ik daar nou een leuk jasje op kan vinden of een vest. Ik ging ervan uit dat het alleen maar basic zouden zijn. HEMA, why are you doing this to me? Hey allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en vandaag ben ik samen met Laura van het kanaal Laura Breiden. Zo simpel is het. Ja, precies. En Laura maakt ook echt hele leuke video's. Misschien wil je een beetje vertellen over je kanaal? Ja, ik vlog. Dus ik laat gewoon een kijkje in mijn dagelijks leven zien in Spanje. Want ik heb een Spaanse vriend. Dus het gaat voornamelijk over Spanje, reizen en hardlopen. Ja. Daar ben ik dol op. Het is wel heel erg leuk, want het zijn echt heel andere video's dan de mijne. Mm-hmm. Dus wat dat betreft denk ik ook zeker dat het voor jullie leuk is om eventjes een kijkje te gaan nemen op het kanaal. Nou, Laura. Leuk. Ja, omdat het gewoon toch weer wat heel anders is ook juist. Anyway, vandaag gaan wij lekker samen een video filmen. We gaan namelijk een challenge doen. Misschien wil jij het vertellen welke challenge? We gaan de HEMA challenge doen. Ik weet niet of die al bestaat überhaupt of dat we... Dat zal vast. Ja, er is al tegenwoordig. Ja. Dat zijn die ook al een keer zo'n challenge krijgen. Maar wij hebben het idee zeg maar zelf bedacht. Ja. Ja. In ieder geval, we gaan dus bij de HEMA allebei een outfit shoppen voor onszelf. En daar is ook nog een beetje een tricky iets bij. We hebben maar 15 minuten. Ja, dus we moeten binnen een kwartier een outfit gaan shoppen. Lijkt lang, is kort. Ja. Laten we maar naar de HEMA gaan dan. Let's go! Wat een enthousiasme! Weet je, dat is mijn scherm vies. Oh shit, ik moet hem wel op 15... Hoe doe je dat? Dat is deze, temporizador, zeker. Ik spreek geen Spaans, dus dat weet ik niet. Ja. Zo ja, toch? Ja. Oké, okay, oh shit, ik ben al begonnen. Oké, okay, jongens, daar gaan we. Dankjewel. Oké, okay, heel spannend dit. Nou jongens, ik heb totaal geen strategie of zo, dus ik ga er gewoon blind in. En ik vertrouw erop dat het goed komt. Ik heb nog maar 14 minuten, dus we moeten opschieten. Nou jongens, daar gaan we dan. 15 minuten en ze gaan nu in. Doei! Babykleding moeten we niet hebben. Sokken. Misschien leuk voor straks. Ondergoed. Nou, nee, niet echt. Mannenafdeling heb ik ook niet nodig. Oh, ik voel me helemaal gestrest al. Ondergoed zie je toch niet. Nachtkleding. Is het pyjama of echt? Weet ik niet. Ja, pyjama denk ik. Oh, dit is wel heel cute trouwens. Maar ja, is ook wel echt pyjama. Waar begin ik jongens? Oké, dit ziet er al best wel schattig. Ik had verwacht dat HEMA echt alleen maar basic zou hebben. Maar het valt mee. Deze broek bijvoorbeeld, is dit high-waisted? Oh, lastig, lastig. Oh shit, ik raak helemaal in paniek nu al. Ik had moeten nadenken over wat en hoe ik het zou aanpakken. Oh, ik zie wel hele leuke printjes. Dit is wel echt mijn kleur. Deze lijkt een beetje op wat Laura vandaag aan heeft. Alleen ik hou echt niet van dit stofje. Oeh. Verder heel veel basics. Dat is ook wel echt wat ik gewend ben van HEMA. Hé, wat hebben we hier? Dit is ook wel een leuk blouseje. Ik hou heel erg van deze kleur. Ja, het is wel een beetje saai misschien als ik alleen een trui doe. Oh, dit vind ik ook leuk. Met dat kraagje. Alleen dit heeft dus weer dat vervelende stofje. Dat is ook mooi. Maar hij heeft weer dat vervelende stofje. HEMA, why are you doing this to me? Deze rok is leuk. Oh, ja, die moet ik hebben. Even kijken. Ik wil echt zeg maar één eyecatcher item. En dan daar de rest een beetje omheen bouwen. Ik hoop dat ze mijn maat hebben. Een S. Oké, top. Dit vind ik heel leuk. En dan geknoopt op die rok. Een S'je. Oké, ze hebben geen S. Ik kan natuurlijk ook voor zo'n roze gaan. Keuzes. Nee, ik wil echt een witte. Oké, dan neem ik gewoon een M. Dit vind ik ook wel heel schattig eigenlijk. Als ik daar nou een leuk jasje op kan vinden, of een vest. Heel schattig. Die hou ik even in gedachten. Dit lijkt serieus op de jas die ik vandaag aan heb. Kijk. Ja, ik denk dat ik serieus voor deze jas ga. Dat vind ik wel echt heel erg leuk. Ja, dit wordt hem. Heb ik straks twee regenjassen. Oké, en dan qua kleur. Wat is leuk erbij? Misschien wel deze trui met roze, maar is niet heel lenteachtig. Oh nee. Iets anders in die kleur misschien even zoeken. Ik denk dat ik al direct ga kijken naar accessoires. Misschien een leuke bril. Ja, dat sowieso. En opvallende oorbellen wil ik een beetje. Oh kijk jongens, deze ring is heel erg leuk. En in de aanbieding.
voor maar €3. Dus die gaat er ook bij. Eigenlijk wil ik nog een armband of zo, maar dat kan ik niet helemaal vinden. Ik moet wel zeggen, het valt me mee. Echt ook hele hippe dingen hebben ze. En ik ging ervan uit dat het alleen maar basic zouden zijn. Maar ja, ik bedoel, deze rok is echt alles behalve basic. Goed, schema. Dit misschien? Ik vind het niet ideaal. Of misschien... Dit is wel heel erg Hema met die felle kleurtjes. Is dit hier leuk bij? Misschien dat ik dan toch voor dit shirtje ga. Dat is wel dat vieze stofje. Maar goed, dat is even niet anders. Ja, of misschien dit. Kijk, hier zit namelijk ook dat geel in. Dat vind ik wel leuk. Misschien vind ik dan dit toch leuker. Zo. Hoef ik ook geen broek. Dat scheelt alvast weer tijd. Oh, ik heb nog een sieradenafdeling ontdekt. Hoeveel tijd heb ik überhaupt nog? Oh joh, ik heb al bijna heel die outfit. Oh, dit is ook heel erg leuk. Misschien wordt dat een beetje too much. Ik denk dat ik hem wel meeneem. We gaan het gewoon proberen. Oh, eigenlijk was ik hier naar op zoek. Dit vind ik ook heel erg leuk. Shit, nu heb ik een dilemma. Voor welke ga ik? Nou, ik heb natuurlijk wel deze print, dus dat wordt misschien een beetje too much. Ik heb nog 9 minuten. Dan nog misschien een leuk accessoire erbij of zo. Oh, lastig dit zeg. Of deze rode. Nee, dat vloekt denk ik. Ja, dat kan echt niet. Misschien iets bordeaux rood of zo. Ik zie niet echt iets bordeaux rood. Ik heb wel een lastige kleur uitgekozen, merk ik. Ik weet het echt even niet. Oké, ik heb het even zo opgehangen, zodat ik kan kijken wat voor tasje erbij past eventueel. Dit is ook wel heel erg leuk, of niet? Ja, vind ik wel. Ik denk dat dit hem gewoon wordt. En ik denk dat ik dan al klaar ben. Ik denk trouwens dat het best wel een dure grap wordt, jongens. Want uiteindelijk... Het is niet heel goedkoop hoor. Even kijken. Kijk maar, €12,50 voor een t-shirt vind ik best wel aan de prijzige kant. Oeh, die rok was gewoon €25. Nou, we gaan het wel doen. Maar goedkoop is het niet. Donkerblauw zou ook nog kunnen. Misschien is dat wel leuk. Kijk, want dit past wel heel leuk bij die kleuren. Jammer dat ze niet een donkerblauw tasje hebben of zo. Of een iets anders donkerblauw, een haarband of een thermolegging. Misschien zoiets erbij? Of dit? Ja, nee. Dat goud niet echt. Of misschien wel deze, want kijk, hier zit ook een beetje dat roze in. Ja, dat is misschien wel leuk. Wat moet ik nou doen? Ik heb gewoon nog 8 minuten over en daardoor heb ik het gevoel dat ik iets fout doe. Want ik ben al klaar. Maar ja, als je het hebt, waar we er moeilijk over doen, toch? Ik denk echt dat ik het heb. En het past nog bij deze gimpen ook die ik aan heb. Dus we gaan gewoon afrekenen. En we gaan gewoon naar boven. Ik ben heel benieuwd naar de pasvorm. Panties. Hebben ze hier misschien ook iets leuks met stippen of zo? Om het nog even extra leuk te maken. Of een net panty eronder. Toch nog iets aparts of zo. En misschien kan ik nog een leuke zonnebril vinden. Maar waar zijn de zonnebrillen? Waar zijn de zonnebrillen, jongens? Misschien deze, want die past misschien wel leuk bij de oorbellen. Ja, deze vind ik leuk erbij. It's a look. Oké, en we zijn klaar. Nou, daar gaan we dan. Hoe zien wij eruit? Ah, wat leuk! Wow! Die jas is heel erg leuk, maar die jurk vind ik niet. Ik dacht, kijk, hier zit geel in, dus dan ja, komt dat leuk terug. Ja, ik heb er wel over nagedacht. Oh, het is echt... Oh, leuke panty ook. Ja, die is ook van Hema. Ja, ik dacht, dit is zo tuttig, die jurk. Ja, hij is tuttig. Ja. En voor de rest, met echt een andere... Zonder die print zou hij misschien al heel leuk vinden. Ja, maar echt, hoe leuk zie jij eruit? Even serieus. Ja, heel leuk. Maar hoe heb je dit gevonden? Ik heb dat shirtje wel gezien, maar die rok die heb ik bijvoorbeeld rok, ja, niet eens gezien. Ik zag die op de pasvorm en ik dacht direct, hier moet ik mijn hele outfit omheen ja. creëren. Want ik vind die rok echt geweldig. Heel erg leuk. Die koop ik denk ik ook echt. Ja. En ook leuk die oorbellen erbij. Ja. En is dat tasje? Ja, dat tasje heb ik ook gezien. Ja. Want ik dacht, oh, dat is een leuk tasje. Maar ja. Die vloekte echt gigantisch bij mijn outfit. Oh, heel erg leuk. Ik denk dat we het redelijk goed gedaan hebben. Ja, jij vooral. Jij hebt het goed gedaan en ik heb het gedaan. Maar dit, ja, staat mij niet zo. Nee, ja, die zou ik denk ik weglaten, het haarbandje. Ik snap dat je dacht van, oh, even een accessoire erbij. Maar nee, vind ik niet echt matchen. It's too much ook. Ja, misschien juist als die... Wit was geweest wel. Ja. Maar ik vind hem, omdat hij zwart is, vind ik hem een beetje afsteken. Oké. Okay. Nou! Yay! Ja! Goed gedaan! Ja, jij ook joh!
Nou, dat waren dan de outfits. Ja! Ik ben heel enthousiast. Ja, ik wilde al zeggen, jouw outfit is echt helemaal geslaagd. Hè? Dit is echt gewoon lauw. Echt, ja. Ik zou dit zo aantrekken. Misschien, ja, dit twijfelgevalletje. Ja, qua kleur vooral. Want ik vind het headband wel leuk. Ja, ik ben sowieso niet zo van de headbands. Maar ik dacht dat het hier leuk bij zou staan. Ja, nou, het kan ook wel. Het is geen mismatch. Maar ik ga het houden. De rok in ieder geval in het shirt. Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het ook echt heel erg leuk. Die rok is echt gewoon voor jou gemaakt. Ja, I love it. En jij? Ja, nee. Ik had echt verwacht dat ik het wel leuker zou vinden. Ja. Maar toen ik het aantrok, ik zei al in de winkel tijdens het uitzoeken van dit stofje vind ik sowieso verschrikkelijk. Ik haat echt dit stofje. Oh ja, ja. Dat maakt het al veel truttiger, vind ik. Ik vind wel de netband heel erg leuk, dus die hou ik wel, denk ik. En de jas. Ja, de jas vind ik gewoon kwalitatief niet zo. Maar hij ziet er wel leuk uit, vind ik. Ja, dat wel. Maar ik vind het dan. Hij kost wel €50. Dus dan heb ik zoiets van. Nee, die ga ik toch terugbrengen. Ja. Dus eigenlijk het enige wat ik hou hiervan is de panty. Ja, nou ja. En wat ik ook hou is de zonnebril. Want die vind ik wel echt heel erg leuk. Ja, die staat je goed. Thanks. Dus. Hallo, doe jij eens. Wat was dat? Dat was een Lilo. Een hink of zo? Nee, dat was een aandacht piepje. Wat betreft de prijzen, ja, ik vond het nog best wel duur. Want ik was in totaal, ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar ik zet het erbij. Ik was in totaal echt bijna €100 kwijt. Wauw. Ik was 80 kwijt. En dat vond ik al veel. Want ja, voor een zomerse outfit. Ja, precies. Ik dacht dat het helemaal goedkoper was. Ja, ik had ook verwacht dat het goedkoper zou zijn. Het is leuker dan mijn verwachtingen, maar wel duurder. Ja, ik hoop dat jullie deze outfit challenge van de Hema leuk vonden. We hebben nog een outfit challenge gedaan en die staat op het kanaal van Laura. Bij de Zeeman. Ja, die staat ook al online. Ja, klopt. Ja, dus die kun je al bekijken. Het linkje staat in de beschrijving en in de infokaart natuurlijk, zoals altijd. En ik zou het heel erg leuk vinden als jullie deze video een duimpje omhoog geven. En als jullie je abonneren op ons allebei. Nou, ja. Ik vond het heel gezellig. Ja, ik vond het ook super gezellig. Misschien tot de volgende keer in de video.